Ik ben Mohamed El Mouti. Ik ben 22 jaar oud. Ik vecht voor SB Gym. En zoals jullie weten, sta ik 19 augustus tegenover Jan Kaffa. Fighting tonight out of Morocco by way of the Netherlands. Here is Mohamed El Mouti. Ja, Mouti is een jongen die komt vanuit de jeugd. Hè. Die komt hier vanuit de jeugd. Die heeft de hele jeugd hier meegemaakt. Daarna heeft hij een stuk of 11 A-partijen gedraaid. Nou, die heeft hij allemaal gewonnen. En toen maakte hij zijn debuut tegen Sheikh Moussa. Nou ja, goed, het was ook een periode voor die jongen. Die zat ook met zijn werk, weet je. Dus je weet, ze nemen het dan nog niet echt zo nauw op dit platform. Terwijl je op dit platform eigenlijk er alles aan moet doen. Dus je moet het echt gaan leven als een topsporter. Nou ja, goed, in die wedstrijd nam hij het eigenlijk niet zo nauw. Nou ja, voor deze wedstrijd heeft hij er in ieder geval hard voor getraind. Hij is meegegaan naar Thailand, heeft een trainingskamp meegemaakt, ook in Thailand. Ik denk dat hij er voor deze wedstrijd wel heel anders voor staat. En tegen Sheikh Moussa, ja. Ik vond het een... het kon alle kanten op. Ik ben een allround vechter. Ik kan voor links voorstaan, ik kan rechts voorstaan. Ik kan achteruit vechten, vooruit. Als je met mij wilt trappen, gaan we trappen. Wil je boksen, gaan we boksen. Ik kan mijn tegenstander allebei gaan maken. We hebben een leuke partij van hen. Gaan we allebei trappen en knieën en stoten. En ja, alles zit erin. Moet is een hele technische jongen. Hele bekeken jongen. En goed zijn tegenstander kan lezen. En het is een jongen, ik denk, dat zul je straks terugzien ook. Het is gewoon een hele slimme jongen. Het is een jongen die werkt echt met een plan. Beschikt over een goede techniek. En goede motoriek, dus ik denk dat je wel een mooie wedstrijd krijgt. En zijn tegenstander is ook een jongen die komt om te knokken, dus ik denk wel dat het een mooie wedstrijd wordt. Check your hands if you want, respect the rules. Glory is het hoogste podium waar je kan vechten, hier in Europa en over de hele wereld volgens mij wel. Dus Glory is toch wel het hoogste podium. En als je, althans ik heb nog nooit op zo'n groot podium gestaan. En de aandacht, de media, de mensen die er komen, was allemaal nieuw voor mij. Dus bracht te veel spanning met mij mee en veel emoties, waardoor ik niet meer mezelf was. En ja, dat was het. Het was veel te veel emoties die ik meenam, dus ik heb niet alles kunnen geven. Ik heb wel een goede voorbereiding gehad, alleen ik heb geen lange voorbereiding gehad. Maar als we kijken naar de partij van nu, heb ik een trainingskamp gehad van 11 tot 12 weken. Dus er is geen excuus om deze partij te verliezen. 100% niet. Ja, tegen Sheikh Moussa hè, had hij pas 3 weken van tevoren begon hij echt zijn werk pas serieus te nemen, begrijp je? Dus, maar voor deze wedstrijd heeft hij er echt alles aan gedaan. Hij is meegegaan naar Thailand. Heeft daar een goede maand gezeten. Als je nu eigenlijk kijkt hoe hij er nu uitziet, nou, dan ziet hij gewoon topfit eruit. Het verschil nu. Kijk, als je hier kijkt hoe hij er nu uitziet, dan zie je totaal een heel andere jongen die echt geïnvesteerd heeft in zijn lichaam. En toen was het nog echt een beetje een ielig jongetje. Ja, die begint eraan te komen, Ik heb nog nooit een sixpackje gehad, maar sinds dat ik met trainingskamp ben begonnen, begin ik... vorm te krijgen in mijn lichaam, begin ik ook een beetje spieren duidelijker te zien. Dus nog eventjes en dan heb ik ook een sixpackje. Ik ben 4 weken in Thailand geweest. Ik heb mijn voorbereiding begon eerst hier in Nederland met 3 weken. Weer 3 weken keihard zitten trainen. Zijn we naar Thailand gegaan, Phuket. Hebben we 4 weken lang 2 keer per dag keihard zitten trainen. 4 weken lang. En nu zijn we terug om de laatste puntjes op de i te zetten. Deze de laatste 2-3 weken en dan gaat het er tegenaan. Ja, hij heeft ook zijn voeding serieus genomen, hè? Krachttraining gedaan en heeft er echt in geïnvesteerd. En in die laatste wedstrijd nam hij het eigenlijk niet zo serieus. Alleen op dit platform moet je het gewoon serieus nemen. Hier is Jan the Diamond Cup! Jan Kaffa is een goede vechter. Hij draait al een tijdje mee. En nu mag hij het laten zien tegenover mij.
Hij heeft de laatste keer een mooie partij gedraaid tegen Perposje. Al vond ik dat ze niet allebei slim hebben gevochten, maar Kafa is wel de winnaar uiteindelijk. En nu mag hij tegen mij laten zien. En het gaat niet dezelfde partij worden als hij die tegen Perposje heeft gevochten, maar het gaat echt een knalpartij worden dit. Ja, Jan Kafa ken ik al een tijdje. We hebben een paar jaar geleden hebben we samen getraind. Ja, het was samen getraind, hij kwam met de sportschool naar ons toe om te sparren. En we hebben wel een aantal rondes met elkaar gedraaid. En nu staan we tegenover elkaar op het hoogste podium. En nu mogen we het laten zien aan het publiek. Jan is ook een goede vechter, komt ook om te knokken. Kent geen weg achteruit. Hamoud is een jongen die wel heel technisch is, beweegt goed, draait goed weg. Dus ja, het is gewoon een hele mooie wedstrijd. Die mening deel ik wel. Ik denk dat dit wel de wedstrijd wordt, omdat het gewoon twee goede jongens zijn. Ik denk dat dit wel een wedstrijd is waar mensen echt moeten naar kijken. Ik weet nog wel een beetje hoe die vecht. Ik weet hoe die staat. Ik weet wat voor rakenklap ik destijds gaf en die ik hem nu nog steeds kan geven. Hij maakt nog steeds dezelfde fouten die hij ook maakte. Dus ik ga hem wel even laten zien waar hij de foutjes maakt. Super, super, super knalpartij. Dus ga niet met Mohamed Al-Hamouti zien die ze hebben gezien tegen Sheikh Moussa. Ik heb ook een gekke trainingskamp gehad van 12 weken en ik voel het ook. Ik ben nog nooit zo fit geweest. Dit gaat ook voor mijn 84 wedstrijden gaat dit toch wel echt de mooiste en gruwelijkste partij worden die ik ga neerzetten. Ik weet wel dat als ik van Jan Kafa win, ondanks dat hij heel veel aandacht krijgt van de media en heel veel wordt opgehyped, weet ik dat als ik deze partij win, dat heel veel durven maar opengaan. Dat nieuwe partijen komen en dat gewoon deze partij betekent heel veel voor mij. En vooral als ik hem win, dan kunnen we verder groeien.